Het is de eerste avond van ons lichtfestival hier in Zooplankendaal. Het is inderdaad de vierde editie al dat we dit doen. En we zijn, vinden het ongelooflijk spannend, hè, om te zien wat de mensen ervan gaan vinden. We hebben hier een 80-tal kunstenaars, Chinese kunstenaars, die gewerkt hebben aan de opbouw van dit evenement. En die ook hier verblijven tijdens het evenement. En die gaan zorgen dat alles goed verloopt. Dit jaar zijn we eigenlijk de mosterd gaan halen in het Hoge Noorden. Dus we wilden een beetje een Scandinavische sfeer creëren met allemaal mythische wezens. Dus we hebben een beetje van alles. We hebben fantastische draken, we hebben weerwolven, we hebben trollen die overal een beetje tevoorschijn komen. Dus het is zowel schattig als een beetje spannender voor de kleine. Wat maakt dit lichtfestival zo bijzonder? Wel, wij hebben natuurlijk al wat ervaring met lichtfestivals, dus wij geloven wel dat we een beetje weten wat de mensen verwachten en dat we dat ook wel kunnen brengen. En we zijn vooral heel trots ook dat we dit in een bosrijk gebied kunnen brengen als Plankendaal, dat eigenlijk heel goed donker is en waar die lichtelementen fantastisch tot hun recht komen. Het lichtfestival is open van donderdag tot zondag op gewone weken. En tijdens vakanties, zoals nu de herfstvakantie en de kerstvakantie, zijn we alle dagen open. Dus tijd genoeg om langs te komen. Waarom moeten mensen zeker vast eens komen kijken? Omdat het fantastisch mooi is. Het is gezellig. Het is een mooie manier om samen tijd door te brengen in die donkere winterse dagen. Dus gewoon gezelligheid. Daar moet je het echt voor doen. Volg ons op YouTube, TikTok en Facebook.